Kun jij zien of deze loopt? Hij loopt. Staan daar nulletjes en zo en getalletjes? Ja, en S en lopen en telt op. Oké, top. Zet jij hem ook aan, Free? Test 1, 2, 3, 4. Nou gaat hij piepen. Wil jij hem aanzetten? Draai eens een beetje omhoog kijken en dan... Ja, zo, even kijken. Blijf maar zo even wachten. Wacht. Staat hij inderdaad. Wacht. Ja, hij loopt. Top. Thank you. Ga ik voor? Wow. Jullie zijn wel 10 keer harder nu. Oh. Zit je gehoorbescherming wel goed dan? Ja. Het is niet irriterend hard, maar het is wel harder. Kijk eens voor je. Ja, okay. Niet irriterend, zeg je het is? Ja, het is wel luider, maar niet erg. Oké. Okay. Zeg maar. Even opletten, jongens, even de bocht door. Goede versnelling hopelijk. Er kraakt iemand. Ja, was jij dat is? Mogelijk. Oh, kon je nog wel. Kijk hier vooral naar rechts als je van leuke uitzicht houdt. Ja. Het is net op je oording. Volgens mij kraak je. Iemand heeft er. Kijk eens hier, wauw. Ja. Oh. Laat die motorrijder anders zo even voorbij. Ja. Ah, daar zijn de fietsers. Ah, dat kan ook niet meer. En wij maar even kijken. Knip hem maar even naar rechts, dan kan die motorrijder er voorbij. Zag je dat voetje wat hij uitzag? Ja. Oh, sorry. Kan je niet zwaaien, dan moet je die gat op. Ja. Ah ja, dit is de haakse bocht. Ja. Oh, die heb ik vanaf de andere kant heb ik die vervloekt. Dan kom je hier naar beneden en dan staat er een bord 70. En dan ineens heb je een haakse bocht. Kan je echt niet meteen maken, zeg maar. Echt niet. Dames en heren, welkom op Le Route de Cret. Is het niet warm? De Cretweg. Hé, waar hebben we dan de marktstein op, toch? Een goede vraag of we daar langs komen, dat weet ik niet. Het komt bij de markt bij de ballon en dan bij de ballon niet op de kret, maar dat kan bijna. Daar zou je best wel gelijk in kunnen hebben. Je begint als een oma te klinken, man. Oh shit. Een feestje. Zolang een van jullie beiden daar nog niet toe in staat is, dan kan zij geen oma worden. Nee, nou, we hebben de Echt trouwens, waarom rij ik steeds voorop? Dat weet ik ook niet. Dat jij dat blijft? Nee. Ja. Je mag hem zo van NF overnemen. Ja, kom maar, neem maar over. De
Weet je nou een ding met je hand? Ja, ik. Dat dan mag je me meppen. Daarom laat ik ook voorrijden, dan kan je het een beetje leren. Terugschakelen, remmen los. Voel je dat? En als het niet, als het hard gaat, afremmen, terugschakelen, remmen los. Die hendels gaan ooit een keer echt afbreken, man. Jezus, oké. Wat zeg je? Die hendels gaan ooit een keer echt afbreken. Dan zijn dat rotvaten waar ik dan in zit. Dat mag wel een beetje weten. Nou, is mij fijn niet hard. Ik weet dat onze versnellingen anders lopen, maar ik zat net in zijn eerste versnelling bij dat ene bochtje. Ah, is fijn. Maar het is ook enig echt optrekken en wegtrekken. En weer wordt er niet meer door een onderdeel bij. Nee, dat snap ik en daarom zeg ik ook. Onze versnellingen lopen anders. Maar ik kwam wat dichterbij bij jou en ik wilde niet te veel remmen op de motor, op de remmen. Dus dan schakel ik terug naar 1. Met een fietser erop. Nee, het komt in de fiets. Dat is mijn ex. Dan had een fiets tegen een, hoe heet het, tegen de vangrail kunnen staan. Met berijder. Het zou raar zijn als het alleen een berijder was. Ja, alleen een berijder zonder iets is geen berijder dan toch? Ja, dat is niet lekker gewoon training. Nou, het kan wel. Ja, in theorie je bent nog steeds een rijder, alleen je rijdt niet, dus je bent niet... Ja. Verwarring. Rechtdoor, hey. Rechtdoor. Ja, dat was een mooi stukje route.
Lekker hè, jongens. Schattig, kom eens hoor. Gaat dat? Ja, we gaan niet te lang doen. Nee, tuurlijk. Tuurlijk. Niet te hoog opschakelen, blijf in lage versnellingen. Laat je motor het werk doen. Dat is exact dezelfde. Ja, dat zou bijna zeker kunnen zijn. Ja. Ik heb een beetje gevallen als neer. Nee, ik was al bezig. Maar afstand, dan kun je de volgende ook mooi pakken. Hij was al best laag, maar iets met verkanting. Blijf maar lekker ruim achter, doe je goed. Ja, jee! Als er dan een kool zijn gewild. Super. En je licht er staat op geel, hè, dat weet je? Ja. Dank u. Nou, dat komt wel niet heel naar, zou ik denken. Ik zie het nog niet, maar. Nou. Dat mocht niet. Dat was een heel naar bochtje. Over een kiepijn. Ja, Tom zegt niet alles over bochtjes. Nee. Nou, dat vind ik sowieso hoor. Dat komt de navigatie dicht in al. Oh, bochtje. En dan kom je aan en denk je, ja, bochtje. Opzakken! Oh, we gaan het helemaal omhoog. Gaat het al, mannen? Dat wij gaan prima.
het is? Ja hoor. Ja. Oh, dat was bij de... Ja, dit is... ja joh. Oh, dat is een ruime draai. Dat gaat prima. Volgens mij moeten we iets verderop, maar dat weet ik niet zeker meer. Rij maar door. Rij maar door. Dat was de vorige keer ook. Hier ging die ook de mist in. We moeten verderop draaien. Nee. Kun je dat nog herinneren, 2 jaar geleden? Toen kwamen we vanaf de andere kant. Ja, hier waren we de weg bezig. Ah, nee, maar... We gaan zo meteen rechtsaf, hè? Dus we gaan haaks terugdraaien. Hier zo, ja. Ah, goed bezig. Goed bezig. Oké. Gaan we er gewoon langs? Wat? We gaan hier gewoon langs. Wacht even, stop eens. Wat is er? Even stoppen, stop. Even kijken, ja, nee, klopt wel. Inmiddels pakt hij boven, sorry hoor. Ja, rij maar door, 12 kilometer verder. Dan heb je een gas over, maar binnen wel een hier net niet. Is dat iets dat je koppeling verder open moet gooien of? Die had ik al los. Die had je al los? Ja. Oh. Hij mist gewoon de kracht. Dus weet je, dat moet de snelheid even wegsluiten op snelweg. Dat kan gewoon niet. Dan moeten we echt die 1100 klaarmaken, want... Maar dan kunnen we de ballon op een gegeven moment ook alweer even opzoeken. Volgende week. Voor het geval dat je het niet wist, fietser. Laat maar. Jullie zijn er geen fietser. Oké. Op de smalle wegen, hier heb je heel veel zicht en zo. Maar goed, oké, de ballon. Ik zei van de week dat ik hier omhoog kan rijden, dat hier de boomgrenzen gaan verbaten, zeg maar. En dat dan op iemand hebben het hoog omhoog gaan rennen en dat hier dan verdwijnen en dan ligt het kaal. Zo hoog ga je hier al. En de ballon is dan helemaal bovenop de berg. Dan kijk je een soort van, ja, door de weerstation en dan kijk je eroverheen. Huh. Waarom steek jij altijd van je vinger uit? Nou, omdat dit zoveel tijd kost. Ja, maar je kan toch ook gewoon zo doen? Je hoeft niet bij je... Hoezo, hoe doen? Dat vind ik niet eens in mijn grond. Ja, kijk, het spiegel. Ja, dat kan ook. Dat kan ook, sorry. Kijk, hoor je wel niks van hand. Jullie dragen dezelfde jas, dus ik zit zo te kijken en ik denk dus dat Bams arm van Frey is en ik dan denk van waarom zit Frey aan het stuur? Of waarom is mama zo raar aan het dansen op de motor? Ja. Ja, hij is flink met de armen bezig. YMCA. Gezien, dank je. Ja, Peter. Neem me lekker af, ja. Kom, neem me lekker af. Ja, nou, hè? Weet die snoei heet dan? Neem me. Heb
die hele vierde? Ja. Maar anders krijg ik al die wind in mijn ogen en dan kan ik niet zien. Nee. Als je de zonnebrier naar deel doet? Nee, dat heb ik ook geprobeerd. Nee, dan gaat het juist verder in mijn ogen. Ja. Ja, dat kan. Dan nou, veroorzaak een soort windtunneltje en dat is echt niet fijn. Ja, hier hebben we de vorige keer ook eerlijk gereden. Ja. Vraag me af of we niet langs de ballon komen. Ja. Wauw. Uitzicht. Ik had hem gezien, dank je. Ik vind het heerlijk fris. Het is 17 graden en ik vermaak me prima. Oh no. Ja. Schakelen. Hebben we hier ook nog prima. Al rij je stapvoet. Veiligheid voor alles. Dat bedoel ik. Dat zijn van die plekjes waar je dan kan parkeren en kan recreëren. Ja, meestal is er nog allemaal iets te vinden van een uitgangspunt van een cemetery, weet je dan, een herdenkingspunt of zo. Nou ja, geen idee. Volgens mij ga je best lekker helder, of niet? Als we inderdaad, ik heb geen idee hoor, maar als we over die ballon komen, er zit daar zo'n restaurantje, als we daar nou wat drinken halen. Het is 11:15, ik heb best dorst. Ja, ik heb ook al een Overigens zou je zeggen dat het 42 is, maar komt de motor voor volgens straks. Denk ik, ja, haha, nee. Zijn er twee. Ja,
Ja. Yep. Die rijbank doen we allemaal bij BMW, weet je wel, die grote vierkante koffers erop. Die zie je niet echt veel. Merk je nou het verschil als je minder remt en meer op de motor? Ja. Dus wat ik bedoel is eigenlijk bovenaan de heuvel gelijk terugschakelen en lekker op de motor naar beneden laten rollen. Ja. In Nederland loop ik altijd te zeuren dat je door moet schakelen en hier loop ik te veel dat je terug moet schakelen. Wow! Vlinders! Nee, je raakte ze net niet volgens mij. Nou, nu ook, hè, terugschakelen. Nee, 1,2 kilometer. En dan? Kijk maar op je navi. Volgende stuk. Dan gaan we rechtsaf, zegt hij. Ja, 900 meter. Ik heb een flauw rondreft, maar aan jou staat volgens toch nog niks. Zo. Echt geen idee wat hier aan de hand is. We zitten nu op 1139 meter hoogte in ieder geval. Yay. Hier waren ze toen met de weg bezig. Juist. Wat hier aan de zandkant. Ja, daar moest ik met jou achterop overheen. Yep. Dat kan je. That's not the point. Hi. Hey bro. Niet in stapsel. Heel gas is moeilijk. Daar komen die Markenstein volgens mij ook tegen. Ja, dat is niet wel meer. Waarom zou ik met mijn skilift daar boven? Nou, we gaan niet lopen. Zwakkeling. Zo dan. Ik had dat jullie niet ergerden dat het niet hier zou vallen. Nee, we gaan het hier zo wel staan. Ja, jeetje. Oh, nou snap ik wel waarom al die auto's hier staan. Mensen op de lift naar boven. Ja. Kijk eens wat eraan komt. Linksaf, hè? Linksaf, linksaf, ja. En we gaan naar Markenstein. Ja. Markenstein, ja. Ik rijd naast je, hè? Oh, je mag maar twee keer met me nu. Aha. Ja, ik ben weg hoor, dus je kan naar rechts. Ja, nou gaan we even dingen. Ja.
Ja, het zijn twee slingers, maar... Let op, na de bocht staan allemaal auto's. Wat je net in de bocht naar rechts deed, moet je straks ook doen in de bocht naar links. Dus meer naar buiten. In de bocht naar links, de vorige bocht pakt hij hem helemaal aan de binnenkant, tegen de middenstreep aan. Ja. Blijf aan de buitenkant, dan heb je meer ruimere bocht, kun je beter sturen. Ja? Ja. Schrik niet als we zo meteen ingehaald worden. Ik zit niet ergens in te halen, dus we kunnen ook niet zoveel verder. Het valt er bij langs, maar ja. Blijf erachter. Wat vind jij in de situatie? Moet je er langs? Je kan hier toch niet langs? Nee, dat vind ik ook, maar ja, misschien kan ik er niet te ervaren. Luister, ik kan met mijn motor veel sneller, veel makkelijker er voorbij dan dat jij dit kan. Maar dit is iets wat jij voor jezelf moet gaan ervaren, zeg maar. Nou, nu kun je voor jezelf zeggen, ik ga een beetje rechts rijden en dan laten we die motor er voorbij. Ja, hij gaat. Hup, gas. Goed zo, een beetje in de buitenbocht blijven, Voorzichtig aan inderdaad, ja. Buiten, ja, goed zo. Voel je dat, die binnenbochten? Zo. Zo. Goed, die fietsen, man. Ja, daar wordt steen op. Sorry, wat? Als mijn camera nog draait, dan zie je dat straks vanzelf. Nou ja, nee, jij niet, die fietser. Oké. Die kwam heel dicht bij me langs. Ja, oké. Zag je dat het is of niet? Nee. Nou. Maar ik zie niks meer, ik ben bezig met niet te slaap vallen. Wil je er ook maar even doorrijden? Ja, dat zijn maar niet helemaal. Maar we gaan wel naar de... Maar als het hier al te druk is, dan is de ballon ook afgeladen. Dat is klaar. Ja, nou goed, weet je, we gaan het zien. Hij gaat naar rechts, dus je kan er voorbij.
De wat? De verre bij de exit. Als je het zelf maar beseft. Kijk eens hier jongens, hoe open. We zitten boven de boomgrens. De zon schijnt. Lekker hè? De lucht is blauw. Maar daar lijkt het hier wel op met die heuvels. Oh, hier heb ik het wel een beetje fris. Ik heb jam op mijn knie. Ja. Ja, ik zit achter je, dus ik zie het. Goldwing 1800, yay! Ik dacht al. Ja, wauw. Is dat het Zwarte Meer? Zwarte Water, alleen. Nou, dat is een Noire deel. Dat is een Noire deel. Noire blik. Le Lac Noir, dat is een. Ja, dat weet ik veel. Dat lijkt er wel op. Dan heb je ook nog het Lac Noir. Het Groene Meer, ja. Nee, dat is niet meer. Ik ga best kunnen hoor, want auto. Parachute. Komt een auto, er komt een auto aan, dus pas op. Er is een parachute gespot. Pas op, pas op, pas op, pas op. Aan wie vraag je dat? Aan jou. Nou waar. Ik vrees dat ik bij terugkomst zelf een paar nieuwe bandjes nodig heb. Dat zou ik je nog uitleggen, maar toen was Christine tegen ons aan het praten, dus ik zal het je straks laten zien, Frey. Ja. Durf je het Duitsland wel te verwisselen? Het is nog niet nodig. Maar het gaat er wel aankomen. Oké, ja. Yep.
Oh, dat uitzicht rechts. Ja. Heuvel. Dat is dat was zowel mijn Latijn als mijn Grieks docent vorig jaar. Meneer van den Heuvel. En ik vond het wel grappig, want alle leerlingen kennen hem als sadistisch, zeg maar. En op een gegeven moment vroeg deze andere docent vroeg aan mij, van andere Latijn docent, die vroeg mij, wie heb je voor Latijn en Grieks? En ik zeg van, voor beide heb ik meneer van den Heuvel. En zij was gewoon helemaal van, oh. Maar dat was dan ook gewoon een andere docent. Wow. Ja, dat zou me niks verbazen als dat... ik kom zo terug, het is, maar dat zou me niks verbazen als dat Lac Noir is, hoor. Nog een ander meer. Dat is het meer dan we net zagen. Ja, maar die zijn toch gekoppeld? Ja, maar het is, als mensen inderdaad zo reageren, dan wil dat inderdaad heel veel zeggen. Maar dat weet je zelf ook wel. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Ja, nee, maar ik vond het gewoon grappig dat andere docenten dat dus ook denken. Aha. Nou ja, door de reactie neem je aan dat ze dat denken. Die weet je natuurlijk niet 100% zeker, maar... Ja, want zeg maar... De docent zelf, zeg maar, is niet echt een hele slechte persoon of zo van zichzelf. Aha. Alleen, zeker in de onderbouw vindt hij het grappig om dan soms... kijk, als ik een keer een onverwachts SO had, dan was dat van hem, zeg maar. Aha. Anders nooit. Oké. Die kunnen ze nu niet meer geven, want ze kunnen geen OS'ers geven in de bovenbouw. Maar hij is wel dezelfde persoon die dat dan deed. Nou ja, het houdt wel bij dat je een beetje aan het leren bent. Ja, en zijn normale overhoringen waren ook voor een cijfer. Oké. Wat zeg je? Ja. Bergen. Bergen. Ik kan die hoogte niet eens halen, man. Bergen. Ja. Aardetieten. Ja. Nou, dat mag ik hopen van niet, want dat zou wel plakken onderhand. Kun je beter even over jezelf heen piezen. Maar dan krijg je het koud, toch? Uiteindelijk wel. Zeker in de winter. Koeien. Miauw. Wauw. Wanneer gaan we verhuizen? Ja, wanneer wil je? Nou, nu? Nee, je moet een afstand opleggen, dat gaat met jullie hartstikke goed. Dus ja. Kom je te laat in de les? Ja, sorry, hier is een storing in Frankrijk. Ja. Internet doet het niet zo goed in het dorp hier. Hoe gaan we die katten meenemen dan? Het is mijn koffer! In de auto. Oh ja. Ik vind dit echt super. Dat zat ik tegen vrees dat ik dat laatst ook te denken, man. Wat? Weet je nog dat we toen naar Ibiza gingen en dat we toen de katten gingen wegbrengen? Ja. Toen zei jij ook, we moeten vaker een ritje doen met de kat in de auto. Ja. Wanneer gaan we dat een keer doen? Volgens mij zeker Leo vindt het helemaal niet erg, denk ik. Nee, volgens mij gaat het wel op zitten. Maar voor de kant ook wel schuld om te leren dat we niet altijd naar de dierenarts moeten. Ja, precies. Precies, dat is ook wel een beetje wat ik bedoel. Maar ik denk ook wel van Leo die zit sowieso altijd in de auto als hij de kans krijgt, zeg maar. Ja. Dus... Ja. Bergen. Ja, dat zeker. Hey, even een vraagje.
bellen. Voor het comfort van de fietser op deze enigszins smalle weg en om de andere motor de ruimte te laten, was ik achtergebleven. Okay. Denk ik. Okay. Nou, dat denk ik hier niet, hè. Dat is met die auto ook. Ik zie, want in mijn beleving komt daar gewoon prima tussendoor. Nog niet. En beter er tussendoor piepen dan stoppen voor een achteruitrijdende bus. Want dat vond ik linker eigenlijk op het punt. Maar misschien schat ik mijn afstand wel verkeerd in. En ben ik breder dan ik denk. Of neem ik meer virtuele ruimte op. Op de afstand die ik achter jou reed, ja, vond ik jouw actie niet de juiste. Maar nogmaals, ik reed 100 meter achter je. Jij kon zien ter plekke of dat je de ruimte had, ja of nee. In mijn optiek drukte je die auto een beetje de berm in. En jezelf dus in een wat gevaarlijke ru, ik zeg niet gevaarlijk, maar in een gevaarlijke ru situatie. Wat is de datum vandaag? 5. Oké. Nou, daarom ben ik ook blij dat Vree ook een camera heeft. Als het goed is, loopt hij ook. Ja. Dus dan kun je jouw perspectief zien vanaf Vrede helm. En mijn perspectief vanaf mijn helm, zeg maar. Ja. En ik ben zelf ook wel heel benieuwd hoe dit er vanaf jou uitziet. Ja, nou ja, dat een beetje evolueren. Dus we willen misschien dat ik zo'n trigger nog wel wat naïef ingaf. Ik denk, hier is het helemaal niet. Ja, en wat ik net ook zei, ik rij best ver achter je, dus wat ik zie was niet hetgeen wat jij zag. Vandaar dat ze van die lekkere billen heeft. Goeie. Vree kijkt helemaal achterom. Excuse me. Ja, weet je, Vree, dat zijn dingen, daar vraag je dan om, hè? Nee, daar vraag ik helemaal niet om. Is dit al beter als je train? Of mag het ook vallen? Ja, dit was netjes. Dan geef je de fietser gewoon de ruimte. Het gevoel van ruimte. Weet je, wij motorrijders, wij zijn iets breder dan een fiets. Maar als je zo'n fiets echt de ruimte geeft, ik bedoel, je hoeft niet helemaal naar de andere baan, maar geef ze het gevoel dat je ze gezien hebt, dat je ze niet afsnijdt en dat je niet egoïstisch voor jezelf rijdt. Snap je wat ik bedoel? Die motorrijder achter ons, zullen we die er even voorbij laten? Ja hoor. Wat is dat voor een rijtje? BMW K1600. Is dat Belg. Belg?
Belg. Witte kentekenplaten, rode letters. Belgique. Probeer de buitenbocht, hè. Snap je? Dus ik kan er makkelijk voorbij, maar dat wil niet zeggen dat jij dat kan. Dus gewoon lekker je eigen tempo rijden. Ja, inderdaad, ja. Ja, wat is er? Wow! Links. Oh, wacht, ik heb honger. Zo klinkt het alsof je naar buiten wil. Dat is de andere. Oh, hier kan ik misschien wat drinken. Een koepel. Hallo, Markenstein. Bij die andere motoren? Ah, zet je rechts.